Welkom terug bij Hoogeveen, zullen we maar zeggen. Na een jaar, hoe voelt het om hier weer te zijn? Ja, goed, sowieso. Het is voor mij niet deel nieuw natuurlijk, maar nee, voelt goed om terug te zijn, absoluut. En dat komt denk ik ook wel een beetje, je hebt uiteindelijk die stap gemaakt naar WKE, maar de nodige twijfel was er wel natuurlijk. De twijfel om te gaan inderdaad, maar dat had meer ermee te maken dat het zo laat was. En of ik dat kon maken naar de club toe, maar uiteindelijk heb ik voor mezelf gekozen. Keuze wel bewust gemaakt, alleen het heeft niet goed uitgepakt. Moeilijk... Je raakt gewoon geblesseerd snel. Ja, ook dat. Ik was daar nog geen week bezig en toen lag ik al in de labmand. De operatie gehad. Na de winterstop was ik weer fit eigenlijk. Alleen toen geen kansen meer gekregen. Dus jammer. Want WKE begon natuurlijk ook goed te draaien op dat moment. Ook wel. Het bleef wel wisselvallig op zich. Maar je moet ook de kansen gegund krijgen af en toe. En ik kon niet meer doen dan op training laten zien wat ik kon. En dat ging goed. Alleen ik heb gewoon die kans niet gekregen. Dus nieuw avontuur weer nu hier. Wie niet waagt, wie niet wint? Ja, zo moet je het zien inderdaad. Het is ook niet dat ik er spijt van heb, achteraf niet. Ik heb de keuze wel zo bewust gemaakt en ik wist wat het risico was. Dat is ook zo uitgepakt dat ik gewoon niet gevoetbald heb. Dus nu weer hier, dan kan ik weer vol aan de bak, hoop ik. En niks in nadeel van de selectie van Hoogeveen natuurlijk. Maar bij WKE heb je natuurlijk ook met een aantal jongens gespeeld die ervaring hebben in het betaald voetbal. Daar stik je denk ik altijd weer wat van op. Sowieso. Je merkt wel het verschil direct op training ook. Jongens praten veel meer met elkaar en zetten elkaar neer. Wordt heel anders gespeeld. Je kan makkelijker een bal kwijt. Veel meer beweging. Dat merk je. Maar dat is ook, net wat je zegt, niks ten nadele van hier. Maar die jongens die hebben allemaal op hoog niveau gespeeld. En je kan wel zien dat die wat meer in de rugzak hebben, zeg maar, dan gemiddelde eerste of hoofdklasse. Dus daar steek je absoluut wat van op. Dus daar leer je van. Wat heb je afgelopen seizoen van Hoogeveen meegekregen? Ik heb weinig gezien. Maar dat komt omdat we altijd op zondag ook voetballen natuurlijk met WKE. Maar ik heb wel altijd contact gehad, vooral met Raymond Beemens door het jaar heen wel. En elke zondag, elk weekend eigenlijk volg ik het op Voetbal Noord. En op TV Drenthe zie je wel eens stukjes voorbij komen. Dus het is ook niet zo dat ik daar in één keer weg ben en dan ook geen contact meer heb of helemaal niks meer volg. Dus en sowieso vind ik het leuk om alles in de buurt te volgen. Maar Hoogeveen is dan toch wel speciaal waar je dan elk weekend even op let. Maar ik heb alles gezien en ik ben de laatste wedstrijd hier geweest. Het is jammer dat de promotie niet gelukt is. Er had wel meer ingezeten, denk ik. Maar aan de andere kant denk ik ook dat de eerste klasse wel op zich wel een mooi niveau is om nu nog even op door te gaan. Zowel voor de club als voor de groep wel, denk ik. Ja, en dan pas weer die stap maken. Ja, laat je eerst maar eens gewoon zorgen dat je het voetbal er weer goed in krijgt. Ze hebben natuurlijk het afgelopen seizoen best leuke wedstrijden gehad, hoorde ik. Maar... En het goede gevoel, hè? En het goede gevoel inderdaad, ja. En het mooiste is gewoon als je dit jaar een leuke groep bij elkaar krijgt. Een groot gedeelte is gebleven, dus dat is sowieso heel mooi. Ja, dan hopen dat je gewoon, ik weet niet wat de verwachtingen zijn, maar ik denk wel gezien het afgelopen jaar. Dat weet je bij Hoogeveen, die zijn altijd hoog. Dat we zeker mee moeten doen inderdaad. Minimaal voor hetzelfde resultaat als dit jaar, denk ik. Laten we het daarop houden. Okay. En de positie is daarover gesproken al, want Stefan Frerichs is natuurlijk weg. Zal je een stapje terug waarschijnlijk doen? Kom je daarvoor in aanmerking? Zie je dat zelf zitten? Daar hebben we nog niet echt over gesproken. Ik heb de trainer ook nog niet persoonlijk daarover gesproken. Maar, of trainers moet ik zeggen. Maar mijn eigen verwachting is op middenveld sowieso. Daar voel ik me gewoon het meest prettig. Dat zullen we zien. Ik heb geen idee. We gaan gewoon trainen begin van het seizoen en dan kijken we wel hoe het ervoor staat. Ik bedoel, ik heb ook concurrentie op alle plekken. Dus het is niet zo dat ik in één keer ook een vaste basis zou krijgen. Ik begin gewoon weer op nul hier voor mijn gevoel. En dat is ook gezond. Ja, zo hoort het ook, vind ik. Ik kom hier niet naartoe met de verwachting dat ik alles op een bepaalde positie kan spelen. Ik bedoel, ik ben niet meer of minder dan een ander wat dat betreft. Dus ik begin gewoon op nul en ik zie het wel. Het is aan de trainers wat zij daarmee doen.